Zo, welkom bij mijn nieuwe video. Vandaag ga ik mijn visspullen review doen voor Snoek. Mijn eerste review video die ik al 10 maanden geleden heb gedaan, die was een beetje crappy. Ik was aan het begin met mijn kanaal en zo. Toen had ik dus een review gedaan van al mijn visspullen. Vandaag gaat het alleen om Snoek en Baars. We gaan kijken. Ik ga gewoon aan jullie vertellen waar ik goed mee vang. En als ik jullie was, zou ik het ook gewoon proberen. Dus echt, de aasjes die ik heb zijn echt goedkoop. Ik heb een paar dure, een paar aasjes van 30 euro, maar dat is niet boeiend. Laten we beginnen met kijken. Oké. Nou ja. Zoals jullie kunnen zien heb ik al een tangetje. Een paar koffertjes. Laten we beginnen met mijn snoepkoffer. Ja, jullie zien dus echt van alles. Dobbers, aasjes. Echt heel veel. Maar ik ga jullie, jullie laten zien wat mijn lievelingsaasjes zijn. Ik heb eigenlijk niet veel. Ik heb wel een paar pluchtjes. Wat ik meestal doe, is als ik ga snoepvissen, is doodazen. Daar heb je vervolgens voor nodig een dobber. Een onderlijn. Ik heb een speciale onderlijntje waar al een dreg aan zit. Je kan ook gewoon een normaal onderlijn en een losse dreg kopen. En natuurlijk leutjes voor je dobber. Neem de goede gram gewicht. Dat vind ik ook wel belangrijk. Nou ja, dat is dus wat ik meestal doe. Ik ga meestal gewoon vissen met een snoepdobber of met doodaas. Dat vind ik eigenlijk het leukst. Maar we hebben natuurlijk ook gewoon kunsthaasjes. Ja, welke moet je dan kiezen? Nou ja, je kan gewoon als de meeste snoepvissers. Echt, ik heb zoveel snoepvissers die vertellen aan mij. Ja, je moet echt grote aasjes kopen, 30 euro zoals deze. Nou, moet ik eerlijk zeggen. Als je echt een meter snoeken wil vangen. Ja, dan is dit het beste wat je kan kopen. Maar als je gewoon veel wil vangen. Baars, snoek. Nou, dan zou ik gewoon deze nemen. Nou ja, gewoon een blinker. Blinkers die zijn. Gewoon een soort stalen dingetjes. Je kan ze zelf maken. Je kan ze ook gewoon kant-en-klaar kopen volgens mij. Maar deze heb ik. Het is echt heel stom. Ik ging eigenlijk een video maken voor YouTube. Meestal maak ik gewoon shorts. Zoals jullie weten. Heel vaak eigenlijk. Maak shorts. Nou ja, ik was dus al bijna had ik een snoepsoort gemaakt. Ik had er eentje aan, echt eentje van 40, 50 centimeter. Met deze blinker. Die kan ook zien, hij is helemaal krom. Kijk maar. Helemaal krom. Dat is stom, want dit is eigenlijk een souvenir. Ik had gekocht ergens in Friesland. Dat is echt een. Maar deze dit is eentje met 2 blaadjes. Dit is gewoon echt. Mijn lievelingsaas. Hier heb ik echt blinkers, jongen. Daar heb ik echt de meeste snoeken en zo opgevangen. Ik bedoel, je vangt er meestal geen grote vissen mee. Dan kun je beter plugjes nemen zoals deze. Hier heb ik mijn recordbaars opgevangen. 41er of zo, 40 centimeter. Dat is wel mooi. Maar als je echt grote snoeken vangt, kun je beter dus op aasjes. Maar vertrouw mijn woord. Vanggarantie is veel minder met zo'n grote. Ik zou een beetje middelmatige aasjes nemen. Daar vang ik het meest op. En ik zou het ook gewoon aanraden voor jullie. Ik heb ook nog mijn eerste plug. Die ik ooit heb gehad. Dat is die blauwe. Ik ga hem even niet eruit halen. Want nou ja, je kan het zien. Hij zit helemaal onder de onderlijnen. Dan moet ik dat helemaal uit de knoop halen. En ik wil namelijk niet dat deze video al te lang wordt. Ja, ik heb niet een goede tripod. Maar weet dat sowieso raad ik ook aan om een tangetje mee te nemen. Tangetje die zou ik echt nemen. Als je geen tang hebt en je hebt een snoeker aan, nou, en die zit in zijn strot. Ik zeg niet dat het kan gebeuren, want meestal heb je dat niet. Maar nou ja, dan ben je een beetje de sjaak. Snoeken hebben tanden. Hele scherp ook. En dat wil je niet aanraken. Dus ik heb ook een tangetje. Dit is gewoon een
een heel oud tangetje van mijn vader. Die heb ik gewoon een keer uit zijn werkkoffer gepakt. Ik zou het niet doen, want weet dat. Meestal, misschien wordt je vader wel kwaad. Maar ik zou gewoon een tangetje, gewoon een goedkoop tangetje bij een. Kan bij een viswinkel. Gewoon een hele dure bij de viswinkel kopen. Wat ik je gewoon aanraad, is gewoon eentje bij de Gamma of zoiets. Dat werkt het best. Dan gaan we nu even naar mijn paarskoffer kijken. En dat is eigenlijk gewoon mijn lievelingskoffer. Daar zitten al mijn aasjes in die ik meestal gebruik. Zo. Mijn paarskoffer. En dit zijn echt de heilige aasjes. Alle spinnertjes en zo. Hier, kijk. Dit is dan een spinnertje. Hier heb ik echt heel veel spinners in zitten. Ik heb twee lievelingsspinners. Dat is niet een persoonlijke lievelings, maar je kan zien dat hier ook al is iets erop gevangen. Dus dat is ook een beetje krom. Dat zijn ook allemaal oude spinnetjes van mijn vader. Even kijken. Ik heb ook een hele grote, met een heel groot blad. Hier heb ik een snoek op gelost. Maar deze had ik gewoon bij de Action. Echt, je hoeft niet per se hele dure aarsjes te hebben. Echt, ik heb hier echt een snoek van 80 centimeter van deze. Gewoon gelost. Dat is echt jammer. Deze. Die had ik gewoon bij de Action gekocht. Zoals jullie kunnen zien, ik heb heel veel spinners. Ik heb ook een paar deze lepeltjes. Alleen deze werken niet heel goed, want de haken zijn heel erg verroest. Deze gebruik ik ook niet vaak, maar ik heb ze gewoon altijd. Maar ik ben echt vooral fan van kleine, hele kleine spinnertjes en wat grotere. Nou, ik heb ook wel wat shads. Zoals deze. Deze mooie rubberen. Deze shads gebruik ik wel wat vaker. Dat is niet zo eentje met een loodkopje. Ik heb ook nog deze. En deze vind ik echt. Je mag me haten, maar echt. Ik vind ze met shad vissen vind ik zo verstom. Dat rustig zo over de bodem is. Dat hij zo over de bodem gaat. Dat vind ik gewoon echt niks. Dat vind ik gewoon echt helemaal niks. Maar nee, dat is niet voor mij. Maar hoe heet dat? Gewoon met chatjes gebruik ik meestal om de diepte te checken van sommige waters. Gewoon, dat vind ik af en toe wel interessant. Maar deze gebruik ik bijna nooit, dus ik laat hem nog een keer gebruiken. Nou, ik haal hem eraf, ik neem een spinnertje aan en ik los weer een snoek. Echt. Die spinners lossen vaak snoek, maar de aanbeet zijn goed. Gewoon, ik heb gewoon heel veel van die goedkope spinnertjes. Ik raad aan om gewoon nieuwe haken of gewoon nieuwe dreggen te kopen en die erop te zetten. Want meestal die erop komen, die werken niet heel goed. Ik doe dat niet, want mijn moeder die wil graag andere dingen doen dan naar de viswinkel iedere dag. Dat is wel jammer. Maar dan gaan we nu even... dit is mijn baarskoffer. Ik kan even kijken wat er nog meer in zit. Volgens mij niet heel veel. Het is echt alleen maar spinners. Maar ik heb hier nog eentje, die is een beetje speciaal. Een hele oude al. Even kijken. Er zit zelfs heel oud gevlochten leiding van iemand. Dat is niet van mij. Deze heb ik dus. En er zit een soort rimmeltje op. Die spinner. Een soort van, dit is echt een oudje. Er zit zelfs nog lood op. Gewoon dit gele hier is lood. Dat is gewoon lood. Tegenwoordig zijn ze allemaal van staal, weet ik veel wat. Dat is wel grappig. Wat heb je nou nodig qua hengels? Ik raad aan gewoon een... goede hengel. Ik bedoel, ik zou niet naar mij kijken. Ik zet hem wel gewoon weer in de pot. Zo. Als jullie kunnen zien, ik heb echt een. Als ik eerlijk moet zijn, is echt een slechte hengel. Het is echt. Mijn stoel aanschuiven. Het is echt. Het is een carper penhengel van mijn oude van mijn vader weer. Ja, die had hij ooit gebroken, hij hoeft het niet meer, dus ik dacht, dan neem ik hem wel. En dat is deze hengel, dus staat hier waarschijnlijk ook. Karper, nog wat. Dat is een oude penhengel, is heel licht, echt, dat zou je niet zeggen, want hij is afgebroken. Maar ik heb er gewoon een paar snoeken op gelost en die voelden gewoon super chill aan. Hier zit dus mijn lievelingsspinner op. Ik was net gaan vissen en had ik er nog op zitten. Ik had een paar volgers van baarzen, maar die pakte hem niet helemaal. Wat voor draad moet je nou hebben? Ik raad aan gevlochten lijn. Maar dat hoeft zeker niet. Maar gevlochten lijn is gewoon fijn, want je voelt dat ik kan aanbeten.
Echt. Ik raad het je aan, maar gewoon nylon en zo, dat kan ook. Dat heb je nou ook nodig als je gaat snoepvissen. Ik weet niet of je het kan zien. Een staaldraadje. Ja, ik hoop het niet. We hebben een staaldraadje nodig. Een staaldraadje heb je nodig. Dat vind ik meestal fijn. Nou ja, het ligt aan op welke. Je kan ook met fluorocarbon, heel veel fluorocarbon. Dat is vaak voor snoep die wat voorzichtiger zijn, maar wat ik gewoon aanraad is de onderlijn. Ik maak ook een volgende video door te werken. Dit is een hengel. Dat is in de keukenachterkant. Ik vind het langer en stukken. Alle vissen zijn echt veel. Ik heb heel veel werk van dit lichte spinnetje hier zo dat ik over. Dat zit. Dat is echt heel leuk. Dus ik vind niet heel veel werk met dit keukenhoekje. Al wel. Maar ja, ik raad het gewoon persoonlijk eigenlijk niet aan. Nou ja, dat is zeg maar. Dat was eigenlijk bijna al mijn spullen. Dat waren al mijn snoepspullen. Ik heb ook nog een hele grote koffer liggen. Die kan ik ook nog wel even laten zien. Daar zit heel veel verschillende troep in. Ik heb gewoon een paar goede aasjes heb ik eruit gevist. En heb ik een ander koffertje in gedaan. Even kijken of we kunnen spotten. Oh ja, hier. Hier zitten ook nog allemaal snoekaasjes in. Ik heb er een paar uitgevist die ik mooi vond. De meeste erin zitten hebben allemaal geen goede actie. Maar, nou ja. Dat is eigenlijk alweer de video. Ik hoop dat jullie wat hebben geleerd. Oh ja, misschien kan dit ook nog handig zijn. Dit hebben we eigenlijk gekocht voor het karperen. Want we waren op de camping en we hadden geen onthaakmat. Was hier gevraagd van een onthaakmat. Die zou ik ook nog even kopen voor snoeken. Hoeft niet, eigenlijk. Die kan ook gewoon... die zou ik ook even kopen. Het is wel veilig voor de vis en zo. Maar wat je ook nog zou kunnen kopen is een... schepnet, moet je zakken wel wat grotere nemen en rubberen. Maar dat was eigenlijk een beetje alles. Dat vind ik gewoon belangrijk voor de vis eigenlijk. Zo'n schepnet. Maar ik hoop dat jullie er wat aan hebben geleerd. En ik ga binnenkort wel weer een paar vis shorts en... Ik hoop dat ik ook een beetje ga leren hoe ik echt zo'n lange video moet maken. Dat vind ik nog wel eens lastig. Maar ik hoop dat jullie hier wat van hebben geleerd. En doei!